Koen de Geiter sloeg vooral vrouwen in mekaar. Die rare hand te kutwuven, godverdomme. Doe dat in haar bek wel open trekken. En verstaan je me wat ik wil zeggen? Moet je dan uit de sigaretten trekken? Elke hebben van de sigaretten zien trekken. Hé? Elke gezien? Ja, dagelijks. Hoe dat ze mij de stomme lippen aan die sigaretten in te zuigen vindt. Zou het verdomme die lippen wel noemen trekken? Hé? Allee, verstaan je me wat ik wil zeggen? Verstaan je het? Dat kan ik ook even vinden. Ik kan er nog een keer met, maar niet met mij, mijn mot. En dat regent, hé, hoe dat ze door de plassen lopen. Nooit ernaast, hé, maar erin. Het is like dat ze die plassen niet zien. Ja, maar ik heb het nog niet opgelet, moet ik zeggen. Moet dat ze telefoneren? Heb je dat ook opgelet? Moet dat ze telefoneren? Allee, vind! Heb je dat telefoneerd, vind? Dat wil ik je kapot maken, vind. Godverdomme, die gsm uit de godverdomme muller steken. En als ze parkeren, hé? Staan ze eindelijk goed geparkeerd. En toen rien ze nog een stukje vooruit. En toen weer een stukje achteruit. En toen nog een keer vooruit. En toen nog een keer achteruit. En toen nog een keer vooruit. En toen nog een keer achteruit. En toen staan ze goed geparkeerd. Tweede naar de Steven Arm. Allee, ik bedoel, naar de Arm dat niet kost te veel. Hij was ook homo. Al zag hij er op het eerste gezicht geen Jeannette uit. En hem was ook degene die altijd maar weer over die moeder van hem begost. Wat min deed besluiten dat dat oeverloos moedercomplex van hem ook wel een keer als een handicap beschouwd zou kunnen worden. Zijn naam was Jan Verbeek. En hij was het eerste en laatste kind van Gaston en Suzanne Verbeek. Zijn toekomst zag er rooskleurig uit in een wereld als deze. En het gezin zwom als het ware in een meer van gelukzaligheid. Maar toen ging het mis. En hoe dat komt dat Jan een stieve arm heeft en zijn moeder helemaal kaal is, dat weet ik niet. Maar Koen zegt dat dat van alles heeft te maken met Jans eerste liefde. Blijkbaar was dat een ervaring van traumatiserende aard. En op een dag werd het voor pa Verbeek ook nog te veel voor zijn eigen gras af te rien. En vanaf dan moest Jan instaan voor de huishoudelijke taal. Sakkeloren. De derde was zo goed als doof. Al zag hij er op het eerste gezicht blind uit. Zijn naam is Ivan en was de gitarist van die band zonder drummer. Ivan vindt doofzin zowat de belachelijkste handicap die een mens kan hebben. Ja, Ivan wilde rocksterren worden. Dove mensen worden geen rocksterren. Dan kun je beter blind zien, zei ik. Toen hij meer kaas in de blind zien spelen is zo aandoenlijk dat hij hem blijft steunen. Ook al is maar uit compassie. Was getrouwd met Marleen en zijn ander kindje, Mia.
heb zo'n een vat vallen vandaag. Het is een week het vijfde, maar joh. Dat is een week het vijfde, ja. Mijn dasje, hoor, ik zei het.